morgen. We starten helemaal in het blauwe hiermeins. En we zitten in de oude horeca gedeelte van... Wat voor nummer is het eigenlijk? Mortier Boulevard nummer? 34. 34. Ja. Mooiste middelste pand van de woonboulevard. Ja, het meest prominent eigenlijk. Ja, het is de enige die losvalt. Ja. En hoe lang ben je daar al gevestigd met Blankenburg? We zitten nu rond de 9 jaar hier. Ja, dus dat is bijna jubileum. Bijna wel, hè? Ja, Blankenburg bestaat natuurlijk al veel langer. Je hebt wat oude fotoalbums meegenomen. Ja, dus heb ik meegenomen. Die ga ik inscannen, dat vind ik superleuk. Maar weet je het uit je hoofd nog wanneer? Nee, we zijn echt nog aan het zoeken. Maar goed, we lopen tegen de 80 jaar. Ja, dat is toch buiten. Dus mijn opa ooit is begonnen en mijn vader. En toen wij het verder hebben doorgezet. Ja, ik zag net van, dat was ik alweer een beetje vergeten, maar ooit gestart in Nieuwdorp. Maar Nieuwdorp is het, Heel veel mensen kennen jullie natuurlijk van de zaak die jullie altijd in de lange file hebben gehad. Ja, in de lange file. Ja, echt een gezins- of een familiebedrijf. Ja. En, maar nu hebben we dus deze zaak en er zit in Vlissingen ook nog een Blankenburg. Vlissingen aan de Gildeweg, bij de Albert Heijn Excel zitten we daar. En daar hebben we eigenlijk hetzelfde concept nu. Hey, we hebben nu hier beneden de woningenrichting en boven onze bedafdeling, waar we heel lang doen. Ja, de horeca die hier zat en de Laplace die is gewoon weg. En jullie hebben de kans gegrepen. Ja. Ja. En hoeveel? Ja, dan heb je gewoon dubbele oppervlakte, neem ik aan. Ja, we zitten rond 500 vierkante meter, dus dat is gewoon heerlijk. En wat zijn nu de grote verschillen? Want je hebt meer ruimte, dus heb je dan ook een groter assortiment? Of, Nou, we hebben wel wat we heel sterk merken, omdat we nu beneden zitten, dat de mensen hier veel meer zien. We hebben natuurlijk de hele belettering van het pand aangepakt. Er wordt heel positief op gereageerd, omdat veel mensen natuurlijk veel beter zien. Oh, daar zitten ze. Ja, ja. En grote visuals hebben laten plaatsen op het pand. En dat trekt enorm. Dus we merken ook door dat we nu beneden zitten, dat de mensen veel sneller binnenlopen. Even kijken. En dat is gewoon hartstikke leuk. Dus heel positief. En jullie stonden hier in Vlissingen altijd met z'n tweeën, hier in Middelburg altijd met z'n tweeën. Hè? Ja, ja. Maar nu heb je er ook nieuwe medewerkers bij? Want, we hebben sowieso Johan boven. We kunnen straks even boven kijken. Die is 2 weken geleden begonnen. Vooral voor de beddenafdeling. En dan hebben we ook nog een dame die op dinsdag en woensdag meedraait. Dus meestal, zoals we nu kunnen regelen, zijn we met z'n drieën. Of met z'n tweeën. Ja, precies. Hey, vandaag zijn we met z'n drieën. En, want jij bent ook nog, ik ben er wel eens een keer mee geweest naar de boulevard, maar jij bent ook vaak op pad om dingen op te meten. Nog steeds. Dinsdag, donderdag, vrijdag ben ik echt op pad. Woensdag ben ik zelf ook een dagje binnen en zaterdag altijd. Dus dat sowieso. Want volgens mij kunnen we dat bij jullie wel gerust zeggen. In de coronacrisis is bij jullie geen crisis, hè? Het was geen crisis. Jullie hebben het gewoon druk. Het was crisis om alles rond te krijgen. Kijk, we werken natuurlijk met een eigen team. We werken met een vaste monteur die bij ons in dienst staat. Onze vaste stoffeerder die bij ons in dienst staat. Dus we hebben eigenlijk alles in eigen beheer. Ja. Dus eigen mensen. Nee, dus niet van inlenen of wat dan ook. Nee, we werken echt met eigen mensen. Dus. Ja, en gewoon een mooie uitbreiding weer. En, absoluut. Gezond dingen, dus op naar de volgende 10 jaar. Ja, laten we het hopen, hè. Dan kan ik met pensioen. Ik ga eens even een beetje rondkijken. Dat komt helemaal goed. Ja, je kan boven even lekker rondkijken hier beneden. Dus prima. Super, dankjewel. Ja. Hey, Johan Minderhout, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Het is niet zo vaak dat ik familie tegenkom. Nee, dat gebeurt niet, helaas. Maar jij werkt nog niet zo heel lang bij Blankenburg? Nee, het is mijn tweede week inderdaad. En bevalt dat? Het bevalt heel goed, De afdeling is net open, dus we zijn vol verwachting natuurlijk wat er komen gaat. Hey, wat is jouw achtergrond? Want daar kan je wel familie van me zijn, maar we spreken elkaar niet meer zo vaak. Nee, dat klopt. De laatste tijd helaas niet zoveel, maar door omstandigheden natuurlijk. Hiervoor heb ik ook nog jaren bij Minderhout Wonen gewerkt, op Westkapelle. Ja. Daar heb ik eigenlijk meer of meer het vak geleerd zoals het hier nu ook in de winkel staat, bedden en beddengoed en dergelijke, Dus daar weet je wel alles van? Aardig wat van, ja. En daar moet je dan af en toe ook een beetje proefslapen dus, om te weten wat je bekomt? Ik probeer regelmatig wat aan te Een beetje slapen op je werk,
Nou, maar superleuk, joh. Ik wens je heel veel succes hier zo. En, dankjewel. Ja, de woonboulevard is alles bij de hand, toch? Prachtige plek, ja. Absoluut. Ja. En woon je zelf nog op Westkapelle? Ik woon nog steeds op Westkapelle, ja. Ja, nou, ja, is goed aan te rijden, toch? Ja, dat is goed. Doe en er zitten daar in de praxis ook nog een Westkapelaar. Daar werkt er ook nog. Ja, precies. Zelfs, ja, kijk. Ja, dat klopt. Ja. Je hebt jou getraceerd. Hartstikke leuk. En ben je ook blij met de nieuwe huisvesting? Heel blij. Ja, maar meestal duik jij weg, maar nu ontkom je er niet aan. Jij bent hier, hoe lang werk jij hier al? 100 jaar. Ja, dat bedoel ik. Ja. Hey, maar het is echt mooi licht en groot geworden zo, toch? Ik vind het prachtig. Ja, nou super. Ik vind het ook. Je stak hier met een poetsdoek in. Ja, nou, maar dat is toch keurig? Lekker hoor. Lekker alles aan kant. Maar als je foto's gaat doen, dan ga ik ook wel leuke foto's voor ons maken, toch zeker?